Een van de pijlers van Revé is dat we eigenlijk echt proberen om heel lokaal te werken. Het is niet de bedoeling dat wij iets opleggen van bovenaf. Het mooiste vinden we als de gemeente zelf, zijn inwoners, of als de Revé komt voor en door de mensen van die gemeente. De reacties van de mensen, er waren ongeveer pakweg 350 mensen aanwezig, die wel wat nieuwsgierig geworden waren naar dat projectje. En die mensen kwamen naar mij toe en zeiden: dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Wat er hier door ons ging, dat was zo mooi en dat was zo intens en zo respectvol. Wat we in het begin merkten is dat het niet heel eenvoudig was om gemeentes te overtuigen om die sprong in het duister te wagen. Omdat het effectief wel iets een beetje nieuw is. En de eerste jaren was dat wel echt een beetje, vergde dat wel wat motivatiewerk om gemeentes over de streep te trekken. Maar we merken wel heel vaak dat van zodra een gemeente één keer een Revé-evenement heeft georganiseerd, dat ze onmiddellijk zelf op de kar springen en zelf het initiatief nemen om een tweede keer, een derde keer en een vierde keer een Revé opnieuw zelf in handen te nemen. En dat zorgt ervoor dat wij daardoor heel snel aan het groeien zijn. We zijn nu 4 jaar ver en Revé komt nu in ongeveer 100 gemeentes. En dat is omdat elke gemeente die één keer overtuigd is, eigenlijk wel altijd overtuigd blijft. Voor mij is een begraafplaats niet meer zo'n horrorplek. Is dat geleidelijk aan een plek geworden waar ik een soort gloed zie van honderden, misschien duizenden verhalen die eigenlijk de roots vormen, die de wortels vormen van elke gemeente, die eigenlijk de gemeente gevormd hebben tot wat ze nu is. En ik vind dat eigenlijk een heel mooie gedachte om door een begraafplaats te lopen. Ik heb Revé leren kennen in het jaar 2017, dus dat is vorig jaar geweest. Dus we hebben die leren kennen via mail. Nadien zijn de mensen even contact komen opnemen op de begraafplaatsen zelf. En zo hebben we de bal laten rollen. Ik vond die editie van 2017 zeer geslaagd. Omwille van dat ik er heel veel positieve reacties heb opgekregen. Van ja, zowel bezoekers als eigen personeel die op die moment ook aanwezig waren. Dus die zeiden van kijk, dat is zeker voor herhaling vatbaar. Het initiatief komt voornamelijk vanuit een gegeven dat ik project een heel groot en warm hart toedraag. Het plaatje en het verhaal van Revé klopt. En daarom wou ik dat ook wel wat overbrengen op studenten. Ik kan de samenwerking met Stad Lommel alleen maar toejuichen. Dat is perfect verlopen, van bij de aanvraag tot na het event. Ze hebben ons promotioneel ondersteund, ze hebben ons productioneel gesteund waar nodig. Over heel Revé passeren er eigenlijk geen centjes en dat vinden wij nog altijd heel mooi. Zo heeft bijvoorbeeld Ozark Henry vorig jaar een paar nummers gespeeld voor zijn mama. En dat was samen met stadsdichter Maud van Houwaerts, die samen iets gebracht hebben met poëzie en met muziek. Prima, dus, past bij de sfeer in november. Ja. Ik vind het heel goed. Het jaar daarop waren er dan steeds meer en meer gemeentes en artiesten en fanfares en dichters en vertellers die op de kar sprongen. Nu is het zo dat bijna 1 op de 3 gemeentes in Vlaanderen een Revé-evenement geeft. En voor ons is dat echt teken dat het iets heel belangrijks is. Dat veel mensen raakt en dat we echt moeten blijven verder doen. Daarom eigenlijk ook wel zeker de moeite om als nieuwe gemeente echt eens de sprong te wagen. Want we zijn er echt geleidelijk aan heel overtuigd van geworden dat het echt de moeite is.